We gaan volgende week, dacht ik, part 16 gaan we uitleveren. En dat programma dat heet Written in the Stars. Want we willen natuurlijk heel graag weten wat er in de sterren geschreven staat over wat er de komende weken, maanden gaat gebeuren. Maar helaas, ik heb geen glazen bol, dus ik kan het jullie niet vertellen. Het enige wat ik natuurlijk wel kan vertellen en waar ik voor kan zorgen is voor een hele leuke collectie. En ik denk dat we daar heel goed in geslaagd zijn. Written in the Stars. Het is een zwart-wit programma, dus dat is eigenlijk altijd goed. Hij is niet te gekleed, hij is gewoon lekker casual. Dus als we met de kerst allemaal thuis moeten blijven, dan wil je er toch leuk uitzien. Maar niet te stijf en niet te gekleed. Dus het zijn allemaal dingen, allemaal leuke items die je met je basis lekker kan doorcombineren. Dus Written in the Stars, er zit een hele mooie astroprint in. Nou ja, ik ga zo even met jullie langs de poppen en dan ga ik jullie even allemaal uitleggen. En de collectie bestaat natuurlijk voornamelijk uit artikelen met de travel. Maar je weet, ik hou ook heel erg van andere materialen. En vooral de mix en match met de travel, met brei, met leer. En hier heb ik een heel leuk truitje. Dat is een beetje een Missoni-achtig patroontje. Dat is de Charlie. Hier gecombineerd met een kobaltblauwe blouse eronder. Maar je kan natuurlijk van de zomer ook hartstikke leuk deze dragen met een blote arm. En bijvoorbeeld leuk op een witte jeans. Dus dan kan je lekker doorcombineren richting de zomer. We gaan even hierachter kijken. Dit is ook een hele mooie nieuwe print. Kan heel erg mooi gecombineerd worden met off-white. Dus er zit ook in de collectie zitten mooie uitgewerkte travel blouses in die off-white. Ze heeft hier de Valerie aan. Die heb ik trouwens zelf ook aan. Dat is onze nieuwe wijde broek in de bonded kwaliteit. We hebben de Valerie en we hebben ook de Hilde. De Hilde is een culotte. En jullie weten, ik ben fan van de culotte. Dus we hebben een nieuwe culotte in de bonded kwaliteit. We hebben hier in de zware kwaliteit hebben we hier een pied de coq, ook weer zwart met off-white. En die wordt dan gecombineerd op een hele mooie faux leather. En jullie herkennen misschien het model. Dit is de Evie. En de Evie is een blouse die hebben we eigenlijk vanaf het begin van dit seizoen gebracht. Mooie V-hals, het is een beetje sportieve blouse. Maar nu uitgewerkt in het leer heeft hij even een hele nieuwe vibe, even een hele nieuwe look heeft hij. En dan ga je hem gewoon dragen over je blouseje. Hier zit een hele leuke top op. Mooi aangerimpeld, een mooie col. En dat zien we eigenlijk niet zo goed. Maar Jur, daar kan jij misschien straks wat beelden van inplakken. Dat is een hele mooie astroprint. En daar staan alle sterrenbeelden op. En dat geeft even dat Written in the Stars gevoel. We gaan trouwens ook met jullie delen wat jouw beste fashion outfit is. Als je een tweeling bent, of een weegschaal, of een boogschutter. Dus dat wordt nog hartstikke leuk. Dus jullie moeten zeker social en de website moeten jullie in de gaten houden. Dan gaan we door naar deze trui. Dat is zeg maar onze katoenen kwaliteit met een beetje viscose. Zwart en dan heel klein wit nopje. Leuk, ook weer gecombineerd met de grote pied de coq en dan weer met een kleine pied de coq. Dit is geen travel, dit is een Punto Milano, zo'n lekkere stevige stof. En die is ook polyamide, viscose, ook met een elastaan, maar die is wat dikker. Dus die kleedt ook super mooi af. Dan gaan we door naar deze pop. Dit is de Tess. Dit is de loose fit blazer. Dus die is niet zeg maar zoals eigenlijk de meeste blazers van ons heel erg aangesloten. Maar die zit wat los om je lijf. Het is meer de boyfriend blazer is het. En die is dan gecombineerd op de sterrenprint. Want ja, Written in the Stars, daar hoort een sterrenprint hoort daarbij. En dan ook weer op een piedekokje. En dat is dan zwart met wit. En dan met een heel klein kobalt accentje erin. We gaan even naar de achterste pop. Een beetje tuniekachtig blouseje in de print van de sterren. Daar zit onder een heel leuk nieuw broekje. Lekker strak broekje en met een ritsje. Dus die kan je ook naar beneden doen. Dan is het gewoon een lekker beetje korelachtige broek. Maar omhoog dan krijg je even leuk je enkels te zien. En dit is een hele leuke jurk. Die kan je gewoon los laten dragen. Die kan je gewoon los van het laten dragen. Maar er zit ook een ceintuur bij. En dan kan je juist weer met die ceintuur mooie taille kan je accentueren. Konden we maar in die glazen bol kijken. Helaas kunnen we dat niet. Het enige wat we kunnen doen is positief blijven. En ons leuk blijven kleden. Voor onszelf, voor onze omgeving.
En ik wens jullie gewoon heel veel shopplezier.